Kijkers van Loes, we staan momenteel op het voetbalveld van Es, het voetbalveld van de Essen Boys. En hier staat zometeen het een en ander te gebeuren. En wij wachten af wat er allemaal gaat plaatsvinden vanmiddag hier op dit terrein. Kijk, helemaal goed. Klaar voor jullie. Nou, succes. Ja. Mooi van zo gaat het maar ontstaan. Ja. Hartstikke goed. Alsjeblieft. Ja, dankjewel. Nou, laten we er gezellig vanmiddag in ieder geval nog van maken. Ja. Voor kijken, hè? Ja, precies. Essen Boys is heel erg blij dat wij vandaag een overeenkomst kunnen afsluiten met een nieuwe sponsor. Ik wil dat graag even toelichten. Want de sponsor is ook met een bepaald doel zeg maar binnen gehaald, als ik het zo mag zeggen. We willen als Essen Boys de jeugdopleiding in het algemeen op een iets hogere plan zetten. En natuurlijk hebben wij voor onze jeugdelftallen en zeventallen hebben wij leiders en trainers. Maar om die zeg maar bij te staan en in hun werk zeg maar te laten verbeteren en ondersteuning te geven, willen wij zeg maar extra aandacht geven aan de jeugdtrainers. En we willen daar dus iemand binnen gaan halen die dat extra gaat begeleiden. Nou, natuurlijk gaat dat niet vanzelf, want zo iemand heeft ook ondersteuning nodig. Dat kost behoorlijk wat tijd, dus daar staan ook wat vergoedingen tegenover waarschijnlijk. Nou, en daarvoor hebben wij dus ook gezegd van ja, dan gaan we proberen om extra sponsoring voor binnen te halen. En we zijn bijzonder blij dat wij vandaag een overeenkomst kunnen afsluiten met de Rabobank ‘s-Hertogenbosch in omstreken. Die in dit plan een belangrijke rol gaat spelen. En om dat een officieel tintje te geven en echt af te trappen, hebben wij iets voorbereid met onze kleine F-pupillen. Die zo langzamerhand over deze kant op aan het bewegen zijn. En symbolisch als start voor de samenwerking met de Rabobank zal dan ook de vlag zeg maar getoond worden die we dan hier ook op het terrein zullen laten wapperen. Dus nou, we gaan eens kijken naar de vlag die hier nu aankomt. Als jullie nou in de knie gaan, zijn wij, als jullie gaan een beetje overal, een beetje draaien. Dan kunnen we wel. Oké, dus dit is de vlag van de Rabobank die hier op het terrein zal gaan wapperen. Daarnaast, passend bij het karakter hier van de sponsoring, waar wij proberen het hele veld vol te hangen met sponsorborden, is er ook een bord wat nu ook uitgepakt gaat worden. Nou, in afwachting van de opening van het bord. Wil je misschien nog iets zeggen? Nou, ik ben Joris van Langeberg, Rabo Settlement Mat. Een tijdje geleden dat ik hier geweest ben. 18 jaar denk ik. Ik ben blij dat het contract gesloten is. En ja, ik hoop dat een groot deel naar de jeugd gaat, want de jeugd heeft toch een toekomst. Op het moment dat het contract beëindigt, dus, ja, na 3 jaar, hoop ik dat we bij elkaar de hand kunnen geven. En dat de Rabobank ‘s-Hertogenbosch in omstreken. En de voetbalvereniging Essen Boys samen nogmaals een contract aan kunnen gaan.
ik wens iedereen een fijne middag. Laten we er iets gezelligs van maken. Henk en Frits, we staan hier nou langs de zijlijn van het voetbalveld. En de F's zijn zijn best aan het voetballen. Hoe is de stand? Hebben we die al doorgekregen? Volgens mij is het nog 0-0. Nog 0-0. Henk, zou jij iets kunnen vertellen over jullie sponsorbeleid? Ja, elke vereniging heeft natuurlijk een inkomsten nodig. En de basis is altijd contributie. Maar om toch proberen iedereen lid te kunnen doen worden, heb je toch andere inkomsten nodig. En dan kom je bij onze club met twee belangrijke factoren. Dat is de kantine natuurlijk, maar ook de sponsoractiviteiten. Ja. Daarbij willen we graag zoveel mogelijk bedrijven sponsor laten doen zijn. Ja. Dat houdt in natuurlijk dat we daar ook iets terug willen doen. Dat houdt in borden plaatsen en proberen zoveel mogelijk hun naam, bekendheid te krijgen door middel van de tv-reclame op de tv in de kantine. Ja. En bij een bepaald soort aanschrijven. Ja. We hebben ook de basis om proberen zoveel mogelijk bedrijven binnen te halen. Want als je maar op één of twee baseert, dan is dat toch wat risicovol. Omdat je dan heel goed moet voldoen aan hun eisen. Ja. Heb je heel veel sponsoren, ben je wat vrijer in je eigen denken. Ja, ja. Mag ik aannemen, Henk, als ik hier zo eens rondkijk, is eigenlijk het hele voetbalveld aan alle kanten min of meer afgezet. Of in ieder geval, daar zijn allemaal reclameborden. Zijn al deze mensen of al deze bedrijven die erop staan, allemaal jullie sponsors? Ja, zeker. Daar zijn we ook trots op. Oké, maar dat mag dan ook wel. Daar zijn we trots op. En je begrijpt, we laten geen bord hangen als er niet betaald wordt. Dus je kunt ook een beetje uittellen hoeveel er sponsoren er met borden. Dat is niet enkel hoor. We hebben ook nog meer sponsoren. Zonder maar bord. Maar de meeste hebben hier wel een bord hangen. Oké. Frits, kan jij iets vertellen over jullie activiteiten buiten het voetballen eigenlijk? Ja, wij proberen met name de Essen bevolking te betrekken bij onze vereniging. Ja. En wij vinden dat wij ook als voetbalclub een rol hebben in de maatschappij van het Essen. En we proberen dan ook de jeugd zoveel mogelijk bij onze club te betrekken. En niet alleen bij onze club, we zoeken dat ook samen met de tennisclub en de korfbalclub. Om samen voor de Essen jeugd een gelegenheid te bieden om elkaar te ontmoeten en gezellig plezier te hebben. Disco te hebben en dat soort dingen. En daarbij dan ook de gelegenheid om samen de sport te beoefenen. Wat een belangrijke factor is in de ontwikkeling van de kinderen. Met name het punt van teamsport. Dat is een heel belangrijk iets, vind ik zelf ook, voor de ontwikkeling van de kinderen. Ja, überhaupt hè. Sport is überhaupt belangrijk en ook hartstikke gezond natuurlijk, dat ze volop in beweging zijn. Dat ze leren omgaan met winst en verlies ook in de sport en zo. Dat is ook later bij een verder leven is dat heel nuttig. Belangrijk. Hoeveel leden hebben jullie eigenlijk? We hebben een kleine 400 leden, inclusief senioren. Ja. En daarmee zijn we denk ik de tweede club of de tweede vereniging in Essen, want de tennisclub is ietsjes groter. Ja. Maar je ziet wel dat er heel veel overlap is. Mensen die van de tennisclub lid zijn, die zijn ook bij de voetbalclub lid. En misschien ook wel bij de korfbal. Dus er zit wel overlap in de leden, zeg maar. Ja, ja. Vandaar ook dat wij ook activiteiten dus samen met de tennis en de korfbalclub doen. Ja. Omdat je toch dezelfde doelgroep bereikt. Ja. Nou, het was heel erg mooi wat wij hier gezien hebben. Vooral ook dat jullie toch extra willen gaan investeren in de F's. En we zullen maar zeggen, wie de jeugd heeft, die heeft de toekomst. Ja, zo is het. Ik zou zeggen, heel veel succes met het voetballen. En ik hoop dat het een bloeiende vereniging mag blijven. Dankjewel. Dankjewel. Thank you.